Nou, het is 1:10, dus ik wil jullie allemaal hartelijk welkom heten bij de webinar van Textmetrics in samenwerking met Werven en Randstad. Mijn naam is Marcel Leeman en ja, ik ben jullie host, zoals het heet. En ik wil vandaag starten met het openen van de presentatie, dus het delen van mijn scherm. Het onderwerp van vandaag is praten als je klant. Randstad doet het zo. Ik zou deze presentatie doen samen met Wesley Conner. Nu is het vervelende nieuws dat Wesley door een vervelende privésituatie niet in staat is om aanwezig te zijn bij deze webinar. Dus ja, dan heb je de keuze. We doen het niet of we doen het... Of ik doe het zelf. Nou, gekozen voor het laatste. Dus ik ga ook de sheets van Wesley laten zien. En ik denk dat daar... ik heb ze al een keer eerder gezien, dus ik denk dat ik daar nodig over kan vertellen. Maar we zullen het zien. In ieder geval, ik ben dus Marcel Leeman. Ik ben founder van Textmetrics. Ik ga vandaag de slides laten zien van mezelf, van Wesley. En ook een stukje van Textmetrics. Als jullie vragen hebben tussendoor, stel die vooral in de chat, in de Q&A. Die zal ik aan het einde van de presentatie beantwoorden. Ik heb ook een van mijn collega's is aanwezig in deze webinar. En die kan, als het echt hele prangende vragen zijn, mij onderbreken. En dan zal ik die vragen alsnog beantwoorden. Nou, de totale presentatie zal ongeveer 40 minuten duren. En daarna kunnen we nog vragen beantwoorden. Wat gaan we vandaag behandelen? Nou, heel kort even de stand van de arbeidsmarkt. Visie en recruitment, visie op recruitment en innovatie van Textmetrics. Dan zou Wesley zijn verhaal vertellen over ja, hoe Randstad nou uiteindelijk praat als een klant. En ik zou een afsluiting doen. En ik heb gekozen om een stukje productpresentaties door te doen, omdat ik gewoon wat minder verhaallijn heb dan Wesley. Nou, stand van de arbeidsmarkt, dat is de stand van afgelopen juni en de bron is de Intelligence Group. Wat ze hebben vastgesteld, in ieder geval vorige week, is dat de vacaturekrimp, dat die nauwelijks verder krimpt. Dus dat betekent dat er 28% krimp heeft plaatsgevonden eigenlijk sinds de Intelligence Lockdown. En sinds het begin van het jaar is het eigenlijk 38%, dus de krimp had zich al ingezet, maar die is natuurlijk door de corona verder doorgezet. Maar tegelijkertijd zien ze ook dat, ja, dat mensen een beetje voor zekerheid kiezen. Hè. Dus consumentenproductenverschouwing is afgenomen, de mobiliteit is ook afgenomen. Dus uiteindelijk is, en dat geldt natuurlijk niet voor alle beroepen, want ook daar zijn verschuivingen plaatsgevonden. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen dat er in het algemeen nog steeds sprake is van een schaarste op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dus, en ik weet niet of jullie dat in de praktijk ervaren, dus moet je ook nog steeds je best doen om de juiste mensen te vinden. Dat weten we. Wat is dan onze visie op de arbeidsmarkt en op recruitment? Nou, in zijn algemeenheid hè, zou je kunnen zeggen dat de afgelopen jaren wel bewezen hebben dat crisissen eigenlijk een regel zijn en niet een uitzondering. Maar ook nieuwe concurrenten kunnen zomaar de kop opsteken of disruptieve technologieën. Dus. En natuurlijk, hè, open deur, het gaat steeds sneller. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je moet voorbereiden op grote veranderingen. Omdat die grote veranderingen, als je daar niet op voorbereidt, gewoon leiden tot massale ontslagen van mensen. Dat is iets wat we eigenlijk in de regel hebben gezien bij elke grote crisis. Nou, als je nou wil dat mensen niet massaal ontslagen moeten worden, want als je ontslaat, dan betekent ook dat je tussen aanhalingstekens productiekapitaal vermindert. Dus op het moment dat je dat niet wil doen en wil zorgen dat mensen dus in een organisatie kunnen blijven produceren en toegevoegde waarde kunnen leveren voor je organisatie, dan zou je het verschil eigenlijk tussen die kosten en de opbrengst van mensen moeten vergroten. En substantieel, en dat eigenlijk continu. En dat heet innovatie. Innovatie leidt tot optimalisatie. Het leidt tot groei van de individuele output. Het zij doordat mensen besparen in het proces of doordat ze betere resultaten gaan leveren. Maar uiteindelijk groei van individuele output leidt tot groei van het bedrijf. Dus innoveren is niet een keuze, het is een must geworden intussen. En als je dan weet dat je... dat innoveren belangrijk is. Waar kan je dan innoveren op de recruitmentomgeving, op HR-omgeving? Dat is eigenlijk waar wij, en wij hebben dat iets breder gekeken, we hebben gezegd van waar kan je nou eigenlijk innoveren binnen een organisatie nog steeds, of waar zou je dat moeten doen? En ja, dat moet je doen waar arbeidsintensieve processen plaatsvinden, en dat is nog steeds communiceren. Wij praten gewoon ontzettend veel met elkaar, en wij schrijven ook ontzettend veel met elkaar. En directe communicatie, maar ook het schrijven indirecte communicatie.
En als je daar dus winst weet te behalen, dan zijn het grote winsten die je weet te behalen. Nou, als je dan weet dat de grootste ontwikkeling qua schrijven in de afgelopen jaren de spellingchecker is geweest. En je kan natuurlijk zeggen, de computer ook, maar het gaat meer over hoe je schrijft en niet wat je schrijft. Dan kan je ook wel vragen, ja, maar zijn er dan niet andere elementen die ik zou willen controleren met een spellingschecker? Een soort spellingschecker on steroids. Want hoe zit het dan bijvoorbeeld met lees-SEO of met leesbaarheid, tone of voice volledigheid? En kan je dat mensen überhaupt wel aanleren? En als je mensen dat kan aanleren, wat kost het dan? En kunnen mensen dat dan altijd goed doen? Als ze alles goed moeten doen, en SEO, en tone of voice, en volledig moeten zijn. Nou, we zien dat bij Nederlands schrijven op zich dat al moeilijk is. Vandaar dat een spellingchecker helpt. Maar als je alles tegelijk moet doen, is dat eigenlijk onmogelijk. Dus hoe zorgen we ervoor dat mensen de kennis altijd tot hun beschikking hebben om kwalitatief hoogstaande teksten te leveren. En dat het produceren daarvan minder tijd kost. Als je kijkt naar de oude situatie, dat is eigenlijk de linkerkant, dan zie je dat op het moment dat je mensen gaat opleiden om dat te doen, dat je een bepaalde ambitieniveau hebt. Tegelijkertijd zie je natuurlijk dat mensen dat in de praktijk nooit halen. En dat die kennis ook wegzakt in de loop van de tijd in de organisatie. En dan geven ze weer opnieuw een training en dan zakt weer weg. En dat is eigenlijk de situatie die je ook bij Randstad hebt gehad. Hè. Mensen werden enorm getraind om goede vacatureteksten te schrijven. Terwijl op het moment dat je een systeem zou hebben dat die kennis vasthoudt, en dat is natuurlijk Textmetrics, laat ik daar eerlijk over zijn, dan kan je zeggen, nou, we hebben een bepaald niveau bereikt. Mensen worden geholpen om dat niveau vast te houden. En we gaan een niveau toevoegen. En we gaan andere kwaliteitselementen toevoegen aan hetgeen wat die mensen moeten leren, of wat die mensen moeten kunnen. En daardoor neemt dus uiteindelijk de kwaliteit in hetgeen wat er geproduceerd wordt, continu toe. En kan je zelfs hyperconsistentie bereiken. En als je dat maar blijft werken, dan krijg je dus progressieve hyperconsistentie. En bereik je dus kwaliteiten en daarmee ook resultaten die ongekend zijn. Nou, dat is onze visie op de arbeidsmarkt. Of eigenlijk communiceren als algemeenheid en de recruitment in het bijzonder. En daar heeft Randstad gebruik van gemaakt, zou ik kunnen zeggen. Het woord zou ik dan nu aan Wesley geven. En ik ga het mezelf doen. Dus ik wens mezelf succes. Daar gaan we. Nou, Randstad, Human Forward, Randstad geeft aan. Wij willen eigenlijk de mensen centraal stellen in onze organisatie en in hetgeen wat we doen. Dat is natuurlijk een mooie slogan, Human Forward. Mensen worden inderdaad centraal gezet, maar het gaat ook om dat je mensen in beweging brengt. Dus het uitgangspunt van Randstad is dat werk niet bepaalt wie jij bent, maar dat jij bepaalt welk werk je doet. En het klinkt natuurlijk heel simpel om dat zo te stellen, maar dat betekent eigenlijk nogal wat. Hè? Dat betekent dat je ook de keuzevrijheid moet hebben en ook de keuzemogelijkheden moet hebben om werk te vinden wat bij jou past. Of als je werk hebt gevonden, dat te vormen zodat het bij jou past. En dat is ook niet zo heel erg raar, want werk is natuurlijk enorm belangrijk in een mensenleven. En ook enorm belangrijk voor de maatschappij. En dat zien we nu ook met corona. Mensen moeten thuiswerken. Heeft een enorm impact op ieders leven. En als je dan weet dat 90.000 uur dat je die besteedt aan werk. En dat je gemiddeld tot je 67ste zou moeten werken. Als er mensen onder ons zitten die nog heel jong zijn, die moeten nog langer werken. En dat je elke 2 tot 5 jaar wijzigt van baan. Ja, dan is werk gewoon een enorm belangrijk onderdeel van je leven. Waar je niet aan voorbij kan gaan. En zou werk dus om jou heen moeten worden geschapen. En niet worden opgedrongen of keuzevrijheden moeten minimaliseren. En als tegelijkertijd weet dat de schaarste de uitdagingen van de markt er nog steeds zijn, dan is de vraag van hoe kan je daar dan onderscheiden? Er zijn niet zo heel veel vissen in de zee op dit moment ook. In ieder geval de vissen die wij allemaal willen hebben, daar zijn er sowieso niet zoveel van. Terwijl er nog steeds een heleboel mensen bezig zijn om die vissen te vangen. Dus hoe onderscheid je dan uiteindelijk in die markt? En dan is content nog steeds de meest belangrijke onderscheidende manier. We zien natuurlijk content in zijn algemene kan verschillende dingen hebben. Dat kan ook videocontent zijn. Maar tekstcontent is toch nog hetgeen waar het meeste onderscheid op wordt waarmee het meeste onderscheiding kan aanbrengen, in ieder geval in vacatures. En als je het hebt over content. Hoe zorg je ervan dat het uiteindelijk menselijk, dat de mens in het midden staat van die content? Dus hoe doet bijvoorbeeld een bedrijf als Coolblue dat? Waarvan we eigenlijk allemaal weten dat die heel goed zijn in de mens in het midden zetten van hun processen. Stel je bent op zoek naar een koptelefoon, dan typ je natuurlijk in
ik wil een koptelefoon kopen, maar je typt nog misschien wel meer in welke koptelefoon moet ik kopen. En dan zie je dat Coolblue een keuzehulp heeft. En als je die keuzehulp dan uiteindelijk gebruikt en je hebt daar verschillende dingen in ingesteld, dan ja, krijg je verschillende opties op basis van jouw specifieke kenmerken. Dus waar jij behoefte aan hebt. Hè? Wil je een koptelefoon over je oren of wil je een koptelefoon die niet over je oren gaat, in je oren gaat. Is het popmuziek, is het harde muziek, zachte muziek, is het praten? Wat doe je eigenlijk met je koptelefoon? En het leidt uiteindelijk tot een aantal beschrijvingen waaruit je kan kiezen de koptelefoon die het meest bij jou past. Dus je hebt de keuzevrijheid om te kiezen welke koptelefoon je wil hebben. De keuzes worden duidelijk naast elkaar neergezet. Dus je zou kunnen zeggen dat Coolblue in staat is om de mens in het midden te zetten van het keuzeproces. Dat het on-brand is. Iedereen die de Coolblue site kent, die herkent elke zin die daar geschreven wordt direct als, nou, dat is een Coolblue zin. Het heeft de juiste informatie, het is dus volledig. En het triggert ook een bepaalde emotie. Dus ja, het is ook een brand awareness, zou je kunnen zeggen. Nou, hoe zit, of eigenlijk hoe zat dat dan bij Randstad? Nou, laten we kijken naar een functieomschrijving. En ik zeg erbij dat die al enige tijd oud is. Hè? Maar een functieomschrijving, of eigenlijk een vacature, als het gaat om een laadschopmachinist, machinebediende of een heftruckchauffeur. Wat ga je doen? Schudden van straatstenen met een laadschop. Vullen machines met een shovel. Hoezen trekken en krimpen pallet straatstenen. Nou, het zal hem wel, maar het klinkt natuurlijk allemaal als niet echt een hele enthousiasmerende manier om uiteindelijk iemand te laten drukken op de knop solliciteren. Er wordt weinig verteld over het bedrijf. Er wordt weinig sfeer geschetst. Het zijn in ieder geval de taken die mensen moeten uitvoeren. Het helpt mensen niet echt om hier een positieve keuze in te maken. Nou, een tweede voorbeeld. Docent aardrijkskunde, ook dit is natuurlijk al wat ouder, deze vacature. Maar over keuzevrijheid, je kan natuurlijk ook te veel keuzevrijheid geven. Hè? Dus startdatum zo spoedig mogelijk. Duur van de opdracht nog onbekend. Omvang in overleg. Werkdagen in overleg. Klassen in overleg. Nou, ook niet echt een hele aantrekkelijke manier om mensen te bewegen om op de sollicitatieknop te drukken. Dus je zou kunnen zeggen dat de vacatures, en natuurlijk niet allemaal, maar dat een groot gedeelte van de vacatures, of een te groot gedeelte van de vacatures bij Randstad, waren niet human-centered, niet on-brand, hadden niet de right information. En er waren geen triggers voor emotie. En dit is wel de doelstelling die Randstad heeft. Ik kan het voorlezen, jullie kunnen het ook zelf lezen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je het gevoel hebt dat een baan bij je past. En dat op het moment dat je een vacature leest, dat je het idee krijgt, nou, dat is ook echt wel iets voor mij. En niet alleen inhoudelijk, maar ook emotioneel. En dat is ook een vacature die ik kan verwachten bij Randstad. Dus als ik een bepaald soort vacature zoek, dan moet ik daar, of pas een baan vind, dan moet ik daar zijn. Dus de ideal end state, zou je kunnen zeggen, zoals het dan in goed Nederlands heet, is dat alle gepubliceerde vacatures een hoge kwaliteit hebben. En dan is natuurlijk de vraag, ja, wat is dan hoge kwaliteit? Nou, in ieder geval, op het moment dat je opstelt, moet je direct feedback krijgen over de kwaliteit. Hè? Niet achteraf van je manager, nou, je hebt het niet goed gedaan. En ook niet achteraf van de resultaten, nou, het is niks geworden. Er is bij weinig conversie plaatsgevonden. En ook niet achteraf van mensen die gesolliciteerd hebben. Hè? Nou, ik heb hem op de knop gedrukt, maar ik vond niks eigenlijk. Dus je wil direct feedback hebben, zodat mensen direct kunnen zien wat ze eigenlijk moeten doen om de boel te verbeteren. Het moet SEO en Google for Jobs proof zijn. Nou, natuurlijk een enorme open deur. Maar SEO en Google for Jobs gaan eigenlijk hand in hand zo langzamerhand. Dus je moet zorgen dat het gewoon geoptimaliseerd is voor de vindbaarheid. En je wil eigenlijk een dynamisch advies gebaseerd op het profiel. Dus niet een algemeen advies, hè, maar een dynamisch advies gebaseerd op het profiel dat iemand aan het schrijven is. Een opruimer heeft nou eenmaal andere arbeidsmotivatoren dan, laten we zeggen, een administratief medewerker. En dat is ook afhankelijk van de regio. Je wilt checken of het on-brand is. Hè, stralen we inderdaad de juiste dingen in. En eigenlijk wil je pas op het moment dat er vastgesteld is dat een vacature aan al die eisen voldoet, en er zijn er meer nog dan deze bij Randstad, dat dan pas die vacature gepubliceerd kan worden. Dus je wil dat iemand die vacature leest, of iets, een computer, een algoritme, een AI, en zegt, kijk, deze vacature is goed, of je moet nog een aantal dingen aanpassen.
En dat is uiteindelijk hetgeen wat, en dat zal je niet verbazen, wat Textmetrics doet. Dus Textmetrics is gebaseerd op algoritmes, big data. Daar weten we heel veel van vacatures af en van tekst in zijn algemeenheid. En kunnen ze ook aangeven wat je moet veranderen. Uiteindelijk, en dan kijken we nu naar, wordt het in een soort assisted environment, assisted augmented environment, worden die tips en tricks gegeven. En we doen heel veel talen. Nu is het zo dat bij Randstad is Textmetrics geïntegreerd in hun ATS, dat heet dan VMS bij Randstad. Dus dat daar waar de vacatures geschreven worden, de mensen ook direct de feedback krijgen. Nou, ik zal er zo meteen nog wat meer van laten zien. Dus wat is er gebeurd? Want ja, wij kunnen natuurlijk vanuit Textmetrics een hartstikke mooi verhaal vertellen aan Randstad. Maar Randstad heeft veel vacatures, dus die kan briljant AB testen. Dus ze heeft gezegd van nou, we gaan vacatures schrijven. De helft zoals ze waren, de andere helft door Textmetrics heen. En dan kijken we uiteindelijk wat het resultaat is, bottom line. En wat zij vonden is dat er 18% meer gesolliciteerd, of 18% meer sollicitaties plaatsvonden dankzij Textmetrics. Wat natuurlijk ja, een enorme conversiestijging is als je kijkt naar het totale volume dat Randstad op de markt zet qua vacatures. En dat doet niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. Dus dan is uiteindelijk de vraag van nou, hartstikke mooi resultaat bij een kleine groep, maar wat vinden nou uiteindelijk de gebruikers daarvan? Kunnen wij nu verwachten dat de mensen die Textmetrics gaan gebruiken, dat die dat ook blijven gebruiken, dat ze het ook cool vinden om ermee te werken? Dus er is door Randstad zelf, nogmaals, dit zijn de slides van Wesley, is de feedback gevraagd over, ja, wat vind je nou van Textmetrics? Heb je nou het idee dat je daar snelle vacatures mee kan schrijven? Worden de vacatureteksten beter? Vind je een betere kandidaat? Dus haal je doelstellingen eerder, zou je kunnen zeggen, als het gaat om de individuele recruiter. En het antwoord was uiteindelijk ja. En ook nog een mooie rapportcijfer. Nou, en ook nog een aantal complimenten. Ja, ik krijg bijna rode koontjes van, maar dit was wel hoe het gegaan is. Uiteindelijk waren mensen gewoon heel tevreden met het gebruik van Textmetrics, omdat ze natuurlijk ja, ervaren dat ze echt hulp hadden met het behalen van hun doelstellingen, met het behalen van hetgeen waarvoor ze in de organisatie aanwezig waren. Dus uiteindelijk is het resultaat dat een betere vacaturetekst de sollicitatieratio verhoogt. En dat uiteindelijk de sollicitatieratio met 8,2% verhoogd is. Nou, dat is mooi. Dan wil je dat natuurlijk uitrollen in wereldwijd eigenlijk. Hè. Dus dan is de vraag, ja, biedt Textmetrics dan steun in al die talen die je wilt? Nou, nog niet allemaal. Randstad is bijvoorbeeld ook aanwezig in Japan. Dat zijn we dus ontwikkelen. Maar we hebben heel veel talen die inderdaad ondersteund worden door Textmetrics. Dus als je Textmetrics gebruikt en dan ben je wel human-centered, heb je de right information, trigger je emoties, maar je bent nog niet on-brand. Hè, dus Randstad gaat het nog een stap verder trekken, dat is nog niet gebeurd, door ook te zorgen dat ze on-brand zijn, niet alleen in hun vacatures, maar ook in hun marketinguitingen. En ook daar maken ze gebruik van Textmetrics. Nou, Randstad maakt gebruik van iets dat heet NeedScope. Hè, dus dat zijn allemaal kleuren die iets vertellen over de centrale kwaliteit of de centrale kernkwaliteit, zou je kunnen zeggen, van jouw organisatie. En per kleur kan je eigenlijk ook al merken bedenken. Dus Carefree, Ben & Jerry, nou ik begrijp het wel. Dynamisch of competitief, Audi, BMW. Nou goed, dus ik kan allerlei merken aanhangen. En zo heeft Randstad ook een eigen kleur. Ik laat even in het midden welke. Randstad heeft een eigen kleur en die wijkt af bijvoorbeeld van de kleur die Tempo Team heeft. Hè, ook een merk van Randstad. Dus wat zou je dan weer willen hebben eigenlijk in de ideal end state? Is dat op het moment dat je een tekst schrijft of hebt geschreven, dat je kan checken of die tekst ook dan inderdaad voldoet aan die NeedScope elementen. Dus nou, deze tekst voldoet blijkbaar aan de rode NeedScope elementen. En stel dat ik niet rood wil zijn, maar ik wil oranje zijn, dan zou ik willen weten welke vacatures ik dan, of welke teksten ik dan anders moet schrijven. En dat kan ik aan de hand doen van in de chat. Of er ook gekeken is naar de kwaliteit van de sollicitanten. Liever 3 goede kandidaten dan 100 matige. Ja, dus de, uiteindelijk blijkt, uiteindelijk is dat de conversieratio, hè, is ook duidelijk dat daar betere kandidaten in zitten, dus de kwaliteit hoger wordt. Dus je krijgt, ook omdat je beter in staat bent om in te spelen op de
kwaliteit op de, de arbeidsmotivatoren, krijg je ook meer mensen die gemotiveerd zijn en ook meer mensen die zich aangesproken voelen voor die vacature, omdat die vacature gewoon beter bij hen past. Dus hetgeen wat je opschrijft, past gewoon heel goed bij hetgeen wat je te bieden hebt. En mensen die zich daarvoor voelen aangetrokken zijn ook mensen die zich daar ook feitelijk tot aangetrokken voelen. Dus ook feitelijk tot uiteindelijk die job die erachter zit. Dus het antwoord is ja. Goed, ik was gebleven, je wil uiteindelijk naar oranje. Dus je kan dan aangeven wat dan moet worden veranderd om uiteindelijk een oranje image, brand identity te hebben. En dat kan je dan aanpassen. Ook dat is wat je met Textmetrics kan doen. Dus uiteindelijk ben je dan on-brand met Textmetrics. De key takeaways zijn dan uiteindelijk, als je wil dat je de taal van de klant spreekt, of in ieder geval dat dat leidt tot een betere, meer en een betere, om in te spelen op die vraaglijke conversie, moet je zorgen dat je consistentie hebt all over the board. Dus iedereen moet in staat zijn om op de juiste manier vacatures te schrijven. Je moet zorgen dat het geautomatiseerd is, vandaar de integratie in het VMS. Want op het moment dat mensen allerlei subprocessen moeten gaan bewandelen om te komen tot de juiste vacature, zie je dat mensen dat uiteindelijk niet doen. En het succes van praten in de taal van je klant is dat het consistent gebeurt, maar dat iedereen het ook doet. En uiteindelijk moet je niet alleen zorgen dat de tekst dus human-centered is, maar ook de mensen die ermee moeten werken moeten zich aangetrokken voelen tot die tekst. Nou, zijn we er dan? Is dan de vraag die Randstad zou kunnen zeggen, zijn we er dan? En uiteindelijk is het antwoord nee. Want we hebben natuurlijk inclusion en diversity is natuurlijk een bekend onderwerp. En behalve dat je teksten met tekstmet bijvoorbeeld genderneutraal kan schrijven, zijn natuurlijk ook nog heel veel woorden die überhaupt niet genderneutraal zijn. Hè? Dus ja, er is nog steeds zoiets als een politieman of een brandweerman, terwijl er landen zijn, Zweden staan bijvoorbeeld van, die eigenlijk al een volledig genderneutrale taal heeft ontwikkeld. Nou, dus de doelstelling van Randstad en die van Wesley is om een betere wereld te creëren door content. Nou, ik krijg nog een vraag binnen, dus ik ga gelijk even weer meelezen. Genderdiversiteit, maar daar kom ik zo meteen op terug, is een van de elementen inderdaad die Textmetrics meet. Dus je kan bepalen of je teksten wil schrijven richting gender, richting mannelijk, vrouwelijk of genderneutraal. En dat leidt ook echt feitelijk tot verbetering in de conversie in die groep. Dus op onze site kan je ook een klantcasus vinden van de Arcades, waar je ziet dat er 10% meer vrouwen uiteindelijk solliciteren om de teksten aan te passen in de gender bias. Nou, mooi verhaal Marcel, zullen jullie dan zeggen, maar had ik het liever uit de mond van Wesley gehoord. Nou, dat kan gelukkig nog steeds. Wesley heeft een soortgelijk verhaal verteld op de winkelvakdagen. En als je zoekt op Wesley Connor en dan Randstad op YouTube, dan vind je deze YouTube en zijn audio-opname waarin Wesley het soortgelijk verhaal vertelt. En hopelijk wijkt het niet heel veel af van wat ik net heb geprobeerd te vertellen. De vraag is ready to level up, hè? Zullen we de next step nemen? En dat kunnen jullie zelf doen. Je kan zelf naar deze link gaan. Die zullen we ook nog rondsturen. En dan kan je op Textmetrics een free trial nemen. En zien wat Textmetrics voor jouw organisatie zou kunnen betekenen. En ik wil nu in een vogelvlucht even wat laten zien over Textmetrics. En dan kunnen we vervolgens overgaan tot tot het beantwoorden van de andere vragen die er nog mogelijk zijn. Nou, dit is Textmetrics. Waar je nu naar kijkt is wat dan heet het dashboard. Hier zie je de projecten die je hebt. Nou, wij hebben natuurlijk als Textmetrics meerdere klanten. Dus in dit geval zie je 3 bedrijven. En Randstad is daar een project in. Je kan ook kijken naar alle pagina's die je geschreven hebt en nog een aantal andere zaken. Nou, waar we nu in eerste instantie naar gaan kijken is het element waarbij je teksten verbetert. Dus feitelijk voor de recruiters betere teksten schrijven. En hier links eigenlijk zit het resultaat dat je daarmee bereikt. Dat kunnen we ook kort laten zien. Dus op het moment dat je betere teksten hebt, dan wil je natuurlijk weten wat dat dan oplevert. En aan welke knop je moet draaien om nog betere vacature teksten te maken. Dus laten we even kijken naar het project Randstad. Daar zitten op dit moment 2 vacatures in.
Die heb ik heel simpel bestaande vacatures. Die kan je nu op de site zien. Door de URL te kopiëren van die vacature, hem hier in te zetten en te importeren, importeer je uiteindelijk die vacature in TextMetrics en zal je dit beeld zien. Nou, hier zie je de vacaturetekst en je ziet de paginatitel en de paginabeschrijving. Je ziet hier de SEO-score, dus TextMetrics is verdeeld eigenlijk in twee kanten. Dat is namelijk de vindbaarheidkant, wat alles te maken heeft met SEO, met Google Jobs. En de contentkant, kom ik zo meteen op, dat heeft alles te maken met de conversie. Nou, simpelweg wat je ziet eigenlijk is dat deze laatste vacature van Randstad eigenlijk heel erg goed SEO al geoptimaliseerd is. Dus je ziet dat de paginatitel voldoet, de paginabeschrijving voldoet. En je ziet dat een aantal heading en kopjes nog niet voldoet, maar dat heeft te maken met het VMS, waarbij je eigenlijk niet de keuze hebt om meerdere kopjes aan te maken. Maar je ziet eigenlijk dat voor de rest keyworddichtheid, dat deze vacature heel goed voldoet aan de Google for Jobs of de SEO-eisen die gesteld zijn. Dus deze vacature zou uiteindelijk helpen aan de vindbaarheid van de Randstad-site in zijn geheel. Ik ga er snel doorheen, want anders dan lopen we zo meteen ook uit de tijd. Als je kijkt naar de content, dan zegt het iets over de leesbaarheid. En hier zie je een heleboel, dus eigenlijk kan je zeggen, een veel te veel elementen, algoritmes waar langs je deze tekst kan leggen, om te bekijken wat de tekstkwaliteit is. Maar ze staan hier allemaal, zodat we eruit kunnen kiezen en ook kunnen inspelen eventueel op vragen die jullie hebben. Maar laten we eens beginnen met een aantal onderdelen. Je ziet die leesbaarheid, dat zegt iets over de algemene leesbaarheid. Je kan ook kijken naar marketing, dat hadden we net over de brand identity, dat zegt iets over de algemene marketing elementen. Maar je kan ook kijken naar specifieke recruitment elementen, dus specifieke elementen die echt te maken hebben met jullie vakgebied. Laten we bij de eerste beginnen. Leesbaarheid, nou stel dat je eigenlijk niet een ouderwetse manier van schrijven of niet een te formeel taalgebruik wil hebben, want je wil jongeren aantrekken. Het kan ook zijn dat je zegt, nee, wij richten ons op ouderen. Dus wij gaan iets formeler schrijven. Maar ik kan op het oogje drukken, want je ziet dat hier geen groene vink voor staat. Wat eigenlijk betekent dat niet aan dit vereiste wordt gedaan. En als je aan onvoldoende vereisten voldoet, dan ga je het leesniveau C1 krijgen. Dat is het niveau wat je niet wil hebben. Je wil eigenlijk B1 hebben. Ik weet niet of jullie allemaal die leesniveaus kennen. Anders moet je dat maar even opzoeken. Het B1 is eigenlijk het streefniveau wat het hoogste converteert. Dus als ik kijk naar deze knop ouderwets taalgebruik, dan zie ik dat hier in ieder geval drie woorden staan die proactief op basis van, en nog een keer proactief, die misschien niet helpen in de sfeer van deze tekst. En als ik op het lampje ga staan, dan kan je zien, ja, waarom gebruik ik het niet daarom? Dat is eigenlijk een veel makkelijker woord dan op basis van, nou, het alternatief wat hier wordt gevonden is niet altijd alternatief wat past in tekst. Maar je kan dus ook in de loop van de tijd alternatieven toe gaan voegen. Dus als ik kijk naar leesbaarheid en je zegt bijvoorbeeld nou, contactonderzoek. Dat is een te moeilijk woord voor deze vacature zou je kunnen stellen. Dat is maar de vraag of dat zo is, maar stel dat dat zo is. Dan kan je zeggen van nou ja, misschien moet je niet contactonderzoek kiezen. Maar een alternatief, dat is namelijk een synoniem of een uitgeschreven zin die je daarvoor kan gebruiken. Maar je kan ook eigen suggesties gaan toevoegen. Hè, waardoor TextMetrics eigenlijk in de loop van de tijd leert om steeds beter jullie taalgebruik of de taalgebruik van jullie klant dus te spreken. Hè. En dan krijg je de opmerking van Randstad, spreek de taal van je klant. Want je kan het systeem gaan trainen in de taal die uiteindelijk converteert. En als je dat gaat meten aan het einde van de rit, kan je dat ook gaan zien. En nou, je kan kijken naar passieve zinnen, naar te lange zinnen, complexe zinnen, spelling- en grammatica-elementen. Voornaamwoorden die te veel nadruk krijgen, uitroeptekens die je niet wil gebruiken, dat zijn allemaal marketing elementen. Maar als je kijkt over recruitment elementen, kan je bijvoorbeeld kijken, ja, staat het diversity statement er nu op? Nou, dat is misschien in deze tekst op zichzelf niet zo belangrijk. Maar op het moment dat je van buiten gaat meten, wil je weten of het diversity statement bijvoorbeeld onder elke vacature staat. Maar kan ik de tekst ook inclusiever maken? Zijn de woorden die ik misschien beter kan uitschrijven, waardoor die tekst inclusiever wordt? Nou, de vraag is, ja, er is daar resultaatgericht. En het blijkt dat als je dat soort elementen, dat soort woorden uitschrijft, door niet het woord resultaatgericht te gebruiken, maar te beschrijven wat je daar uiteindelijk mee wilt bereiken, dat dat leidt tot hogere aantallen in vrouwelijke sollicitanten. Maar je kan ook inderdaad kijken naar volledigheid. Hè. Is nou iets als salaris genoemd in die vacature? En salaris is natuurlijk veel minder dan salaris. Je kan ook gaan over beloning, loon, verdiensten, inkomen, noem maar op. Dus je kan ook kijken naar volledigheden in vacatures om te bepalen ja, of iemand zich ook aangetrokken voelt, behalve in de tone of voice en behalve in de manier van schrijven en dat ze het begrijpen ook met de inhoudelijkheid van de vacature. Ja,
Al deze elementen die hier staan, dat zijn natuurlijk niet de Randstad-elementen. Hè, want we gaan niet praten over wat Randstad daar heeft staan. Maar het geeft wel in ieder geval een aardig beeld over wat je nu uiteindelijk met Textmetrics zou kunnen bereiken. Nou, het goede nieuws is dat we een overeenkomst hebben gesloten met de IG-groep en JobDigger om alle vacature-verbeteraar-elementen die dus iets zeggen over schaarste van bepaalde banen, maar ook over arbeidsmotivatoren, dat die toegevoegd worden aan Textmetrics. Dus Textmetrics heeft zometeen ook de arbeidsmotivatoren die afhankelijk zijn van de soort werk wat je hebt en ook de regio waar je iemand zoekt. Maar dat je dus ook teksten kan gaan aanpassen. En naast de elementen die ik net heb genoemd, ook op de specifieke elementen die aantrekkelijk zijn voor de doelgroep waar je op richt. Zowel in termen als functie als in termen als regio. Nou, andere elementen zijn bijvoorbeeld geloofwaardigheid, maar ook over doelgroepen. Dus in dit geval zie je dat deze tekst keurig genderneutraal is, zoals dat ook zou moeten zijn. Maar stel nou dat ik heel graag zou willen richten op mannelijke doelgroep, dan kan ik me op man zetten. Ik kan de analyse nog een keer draaien en dan ga je het goed zien dat, dat deze tekst een meer neutrale tone of voice heeft. Dat wist natuurlijk al, maar als je meer mannelijk wil schrijven, dan zou je wat aan moeten passen. En het gaat er met name over een aantal vrouwelijke woorden dan in dit geval, die je eerder mannelijk zou kunnen schrijven. En ook wederom, ook hier zie je weer dat daar de synoniemen en de teksten die je daarvoor gebruikt, dat die in de loop van de tijd groeien op het moment dat je vaker met Textmetrics werkt als bedrijf. Nou, tot zover het produceren. Maar wat levert dat nou op? Nou, je kan simpelweg page trackers instellen en dan kan je zien uiteindelijk wat dan die vacature doet in je Google-positie. Je kan content ranken. Wat doet content ranken? Nou, dat zegt iets over hoe goed doen wij het nou ten opzichte van onze concurrenten. Het is heel mooi dat wij bepaalde optimalisaties kiezen vanuit Google Jobs of vanuit SEO-perspectief. Maar onderscheiden ons daar dan ook mee ten opzichte van de concurrent? Nou, dit is maar een voorbeeld eigenlijk van een paar woorden. Maar je ziet het Randstad het beter doet op een aantal woorden dan de concurrentie. En je kan ook naar een sitecrawler gaan. Hè. Nou, die van Randstad is nog steeds aan het draaien. Laten we die van ABN AMRO pakken. En wat je hier uiteindelijk ziet is, hoe doet nou mijn hele site het ten opzichte van de kwaliteits element die ik heb gesteld. Hè. Dus zie ik inderdaad over mijn hele site dat ik SEO geoptimaliseerd ben, of dat ik aan al die leesniveaus voldoe van genderneutraliteit, sentiment, geloofwaardigheid, complexiteit, moeilijke woorden, passief of actief taalgebruik, te lange zinnen. Nou, alle kwaliteitselementen die je uiteindelijk hebt opgeschreven en die je belangrijk vindt. Maar er zitten ook een heleboel elementen in die te maken hebben met, laten we zeggen, de wat meer de technische toegankelijkheid hè, van een website. Want op het moment dat je zegt, wanneer heb ik nou veel conversie? Dan moet je zorgen dat die teksten, die vacatures goed gevonden worden. Dat mensen ze ook kunnen begrijpen, toegankelijk zijn in de zin van dat de tekst begrijpelijk is. Maar ook bijvoorbeeld dat ze op links kunnen drukken en dat er niet een broken link is. Of dat je, als je kleurenblind bent, niet kan lezen wat er staat. Of dat een knopje zo klein is dat als je een fysieke handicap hebt, dat je niet op dat knopje kan drukken omdat het knopje te klein is. Nou, dat zijn allemaal wat we noemen accessibility issues, dus de DCAG-regelgeving. En ook die meten wij. En dan kan je weer op inzoomen en eigenlijk te zien waar nou specifieke problemen zitten rond toegankelijkheid in een meer technische zin. En naast de content, dus de leesbaarheidszin. Nou, je kan er rapportage van maken, zodat je kan rapporteren naar iedereen over wat uiteindelijk de stand van zaken is. Je kan eventueel nog keyword-analyse doen en je kan ook topic-analyses doen om te zien van waar wil ik eigenlijk meer over schrijven op het moment dat ik een bepaalde vacature heb geschreven. Zijn er andere woorden die ik daar aan wil toevoegen? Nou, dan gaan we even terug naar de presentatie. Nogmaals, jullie kunnen dit ook zelf gaan ondervinden of je kan praten in de taal van je klant. Textmetrics biedt daar een standaard omgeving voor. Het mag duidelijk zijn, denk ik, dat als je echt wil praten in de taal van je klanten, dat je dan ook de nodige kennis moet gaan toevoegen aan Textmetrics. Dat het niet vanzelf gaat, daar gaan we natuurlijk bij je helpen als je daarin geïnteresseerd bent. Nou, mochten er vragen nog zijn, je kan mij gewoon bellen of een e-mail sturen. En dan kan ik met jullie die bespreken. En nu ben ik dan benieuwd of er nog vragen zijn in de chat.
Dus ik stop de presentatie en kan even in de Q&A kijken. Ik krijg een berichtje binnen van mijn co-host die mij af en toe wat toefluistert. Ja, dus deze komt net binnen, dus die kan ik live beantwoorden. Hè? Dus je kan natuurlijk je teksten meer genderneutraal maken. Maar hebben jullie ook ervaring mee als je bijvoorbeeld in plaats van brandweerman de functie brandweerman, brandweervrouw noemt? Ja, ja, daar hebben we ervaring mee, maar dat is heel erg contextafhankelijk. Dus behalve dat we net het verhaal hebben verteld, dat er een aantal algemene regels zijn. Bijvoorbeeld B1 is een algemene regel, dat zorgt voor meer conversie. En dat is dan bijvoorbeeld op basis van moeilijke woorden. En dan kom je eigenlijk al, en dan kom ik zo terug op jouw vraag, Sandra, maar dan kom je eigenlijk al in de situatie dat het contextafhankelijk is. Een moeilijk woord, ik noem wat het woord hypotheekadviseur, is op het moment dat je een hypotheekadviseur zoekt natuurlijk geen moeilijk woord in de vacature. Sterk nog, iemand zal erop gezocht hebben. Maar als je het woord hypotheekadviseur gebruikt op het moment dat je een heftruckchauffeur zoekt, dan is het wel een moeilijk woord. Niet alleen een moeilijk woord omdat het in essentie een moeilijk woord is, maar ook omdat het volstrekt out of context is. Dus een woord kan in sommige contexten heel erg gemakkelijk zijn en evident en gewoon prima te gebruiken. En in andere contexten niet. En dat geldt eigenlijk ook voor functiebenamingen. Dus soms is het inderdaad nodig om aan te geven dat er gezocht wordt naar een directeur, directrice, ik noem maar iets. Maar in sommige branches is het, noemen vrouwen zichzelf ook gewoon een directeur. En hebben daar totaal geen gender bias bij op mensen dat het zo met elkaar wordt besproken. Dus dan heeft het min toegevoegde waarde om brandweerman of brandweervrouw in dit voorbeeld te noemen. In zijn algemeenheid kan je natuurlijk stellen dat er wel een trend zal komen in Nederland, en die er ook al gedeeltelijk is, om genderneutraliteit verder door te zetten en ook in functienamen dat verder door te zetten. Dus wij verwachten wel dat dat, zeker omdat Zweden dat doet, dat het in Nederland ook zal gebeuren. Ik hoop dat ik zo je vraag voldoende heb beantwoord, Sandra. Kim Klarenbeek stelt nog een vraag. Mocht je hiermee willen starten, welke stakeholder raad je aan te betrekken in de organisatie? Marketing voor tone of voice, e-commerce meer? Ja. Uiteindelijk is het zo dat als je hiermee wil starten, is de belangrijkste stakeholder is diegene die er een doelstelling mee wil bereiken. Dat klinkt misschien wat moeilijk als ik het zo zeg. Het is afhankelijk van de organisatie waar je voor werkt. Er zijn organisaties waarbij de recruiter zelf, of de consultant hoe je het noemt, heel erg doelstelling gestuurd werkt. En als je diegene helpt met het verbeteren van die doelstelling, het halen van de doelstelling en daarmee het halen van de bonus, bijvoorbeeld, dan zal Textmetrics goed gebruikt worden. Op het moment dat het niet per se de doelstelling van de persoon helpt, hè, degene die de tekst schrijft, maar bijvoorbeeld de doelstelling van het bedrijf, dan zal dat de eerste persoon zijn aan wie je de eerste stakeholder zijn die je moet betrekken in dit verhaal. Dus de manager van de afdeling of de directeur van de bedrijf. Van hoe zou jij het vinden op het moment dat wij Textmetrics gaan gebruiken en daarmee jouw doelstellingen als het gaat om conversie of diversity and inclusion eerder te halen. En vervolgens wil je dan ook vast gaan stellen, wat zijn dan de KPI's waar langs we die doelstellingen gaan meten? En dat is iets waar wij allemaal mee helpen op het moment dat we Textmetrics implementeren. En die KPI's zijn dan waarschijnlijk ook de KPI's, in ieder geval gedeeltelijk, waar mensen die met Textmetrics gaan werken ook interesse in hebben. Dat zijn andere soorten KPI's dan misschien omzet of kosten. En vervolgens ga je die mensen betrekken, dus de gebruiker ga je betrekken, uiteindelijk bij de implementatie. Je gaat degene die een doelstelling wil halen betrekken in de implementatie. Je moet ook de specialisten betrekken. Hè? Want je kan wel zeggen, we gaan de brand identity voortaan schrijven met Textmetrics. Maar dan moet je ook heel goed weten wat de brand identity is. Hè? Dus de kennis van zo'n specialist moet in Textmetrics worden vastgelegd. En dat geldt net zo goed voor de sales specialist of van iemand die heel veel ervaring heeft met het schrijven van vacatures. Dus het is eigenlijk is het een drie-eenheid tussen iemand die een doelstelling wil bereiken, iemand die ermee moet werken en de kennishebber. En dat zijn de drie stakeholders eigenlijk die je aan tafel brengt met elkaar om Textmetrics tot een goed einde te krijgen.
Ik hoop dat ik zo jouw vraag heb beantwoord, Kim. Kitty stelt nog een vraag. Volgens mij moeten we niet uit het oog verliezen dat het bij een goede vacaturetekst ook draait om inhoud en een stukje storytelling. Met andere woorden, een goede tekst is meer dan een verzameling slim gekozen woorden. Het zit in inhoud, tekstritme, duidelijke informatie, etc. Waar zit de grens van tekstmetrics? Ik zie dat ik de vraag van Kim heb beantwoord, dat is fijn. Ja, dat is een hele goede, Kitty. Kijk, tekstmetrics pretendeert niet dat wij teksten genereren. Wij denken dat we daar ook nog hartstikke ver van af zitten. Dus het genereren van teksten kan natuurlijk wel op het moment dat je nou, vrij standaard teksten hebt. Dus bijvoorbeeld een verslag van de beurs, waarbij je weet welke beursfondsen er zijn. En je weet ook dat sommige fondsen stijgen, andere dalen. Dus op het moment dat je een Excel in zou vullen met percentage van daling en stijging, dan zou een computer, en dat gebeurt natuurlijk ook, daar een verslag van kunnen genereren, wat elke dag anders lijkt, maar uiteindelijk niet door mensen geschreven. De vraag is of je het ook met een vacature kan. Ik denk het niet, hè. We hadden het net over, het gaat om echt specifieke communicatie van mens tot mens. Dus vacatures die zullen daar waar het gaat om zeker moeilijk invulbare vacatures duidelijk door mensen moeten worden geschreven. En tekstmetrics assisteert daarin, hè. Dus wat je schrijft over tekstmetrics biedt een verzameling aan slim gekozen woorden, zinnen, dat klopt. En daarnaast niet alleen slim gekozen, maar controleert eigenlijk ook nog of het volledig is. Hè. Dat is een spellingschecker. Maar uiteindelijk, bijvoorbeeld tekstritme is iets of specifieke informatie die niet in tekstmetrics zit opgesloten. Dat zal de schrijver zelf moeten doen. Hè, dus tekstmetrics zorgt niet voor dat een analfabeet in één keer waanzinnig goede vacatureteksten kan schrijven. Maar zorgt er wel voor dat een waanzinnig goede vacatureteksten schrijver nog net iets beter wordt. En daartussenin zullen matige vacatureteksten schrijvers een stuk beter worden. Dat is eigenlijk wat het antwoord is op deze vraag. Dus mensen zou je nodig hebben. Ja, en de grens, wij kunnen geen humor schrijven. Dat is iets waar we heel graag willen, maar dat is nog niet gelukt. Maar controleren of iets grappig is, dat is iets wat we echt niet kunnen. Wat we wel graag zouden willen hebben. Dan hebben we nog een vraag van A0781119. Dat is een anonieme beller, zou ik gaan zeggen. Wat is de doorlooptijd van een implementatie? Dat is een beetje afhankelijk van de organisatie natuurlijk. En wel hierom, de doorlooptijd is, zijn eigenlijk twee dingen zijn heel erg bepalend voor de doorlooptijd. Dat is hoe snel is de organisatie in staat om zichzelf te organiseren en een implementatie te doen? Wij kunnen het bij wijze van spreken in een week. Als je een implementatie doet bij Randstad of ABN AMRO of waar dan ook, ja, dan kost dat nou eenmaal wat meer tijd. En de tweede is van hoe lang moeten de teksten online staan om ook te bewijzen dat de KPI's die we met elkaar gesteld hebben, hè, dus wat ik net zei, we gaan eens kijken wat we willen verbeteren, wat voor KPI's daarbij horen. En die willen we ook bewijzen dat tekstmetrics de toegevoegde waarde heeft. Dus op het moment dat je zegt, hoe lang moeten de teksten online staan om ook die KPI's op te leveren of te bewijzen dat de KPI's vooruit gaan. Ja, en dat is vaak enkele weken, dus gemiddeld zien we dat een implementatie rond de 3-4 maanden duurt uiteindelijk. Maar normaal dat heeft meer te maken met agendaproblematieken bij een grote organisatie dan dat het niet sneller zou kunnen. Ik zie geen nieuwe vraag meer. Dus ik vermoed dan dat we alle vragen beantwoord hebben. Ik weet niet of iemand nog zit met een prangende vraag. Dan zou ik haast zeggen, eenmaal, andermaal, gesloten. En wil ik jullie allemaal super bedanken voor het aanwezig zijn in deze webinar. Ik realiseer me dat die iets anders verloopt. Graag gedaan, Joost. Ja, ook bedankt voor je aanwezigheid. Ik zie dat die iets anders is verlopen uiteindelijk dan gepland door de aanwezigheid van Wesley. Maar goed, natuurlijk zijn excuses daarvoor. Ik hoop dat jullie ondanks dat toch informatief vonden. En ik hoop jullie graag een keer tegen te komen op een beurs. En laat dan vooral weten dat je in deze webinar hebt gezeten. Want dan kunnen we elkaar tegen de tijd misschien weer de hand schudden. Bedankt, nog een fijne dag en ik hoop tot ziens. Dag!